U heeft vragen aan het college van BNW van Almelo gesteld over de ontwikkelingen in de Grote Straat Noord. Legt u dat eens uit? Dat klopt, dat wil ik ook wel even uitleggen. Het gaat vooral om de ontwikkelingen en het gebrek aan ontwikkelingen. Want er staan al een tijdje panden leeg. Er is een plek ontruimd en daar ligt nu al een tijd puin. Er zijn panden waar nauwelijks onderhoud aan wordt gepleegd. Dus er is heel veel aan de hand. Dat klopt. Iedere Almeloer die daar regelmatig voorbij gaat, die ziet dat een aantal panden verbouwd wordt. Er is een parkeerbeleid, of althans een proef geweest het afgelopen jaar. Ja, dat is met name het eerste deel van de Grote Straat Noord. De gemeente is bezig met de compacte binnenstad. Dat wil zeggen dat wonen en werken op dat gebied weer terug moet komen. Maar wat zit u nou het meeste dwars? Het meeste zit mij dwars dat met name dat tussenstuk Grote Straat Noord, van Hagengracht tot aan Talamini, dat daar nauwelijks wat lijkt te gebeuren. Dat daar verloedering het meest plaatsvindt. En trouwens ook dat stukje aan de andere kant van de fontein, wat ik net noemde, waar ze zouden gaan bouwen, maar waar ook al een hele tijd niets gebeurde. Waar daarnaast een pand leeg staat. Ja. En er schijnen eigenaren bij betrokken te zijn die wel wat kritischer bekeken mogen worden. Wat moet de gemeente volgens u doen? De gemeente moet waar nodig handhavend optreden. Ze moeten controlerend optreden. Ze moeten mijn vragen beantwoorden. Dat verwacht ik op zijn minst. En ze moeten zorgen dat er een plan ligt voor de toekomst wat duidelijk is. Bijvoorbeeld, als dat klopt, en daar heb ik ook vragen over gesteld, dat plan over die oude ambachten. Wanneer verwacht u antwoord van het college? Voor de zomervakantie. Maar ik beproef enige twijfel bij u. Ja, het college en de ambtenaren kennende, kan het ook zijn dat ze om uitstel vragen, als ze de vragen te complex vinden. En denkt u dat het antwoord nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komt? Dat denk ik wel. Ik zei zelfs voor de zomervakantie van dit jaar.